Laten we eerst even kijken naar waar het gisteravond allemaal misging. De politie moest het vaak ontgelden, zoals bijvoorbeeld in Stroe. Die beelden die zagen we zojuist. Met de aanvallen op de politie was het boerenprotest van gisteravond het gewelddadigst sinds minister Van der Wal 2,5 week geleden de stikstofplannen van het kabinet bekend maakte. Ja, we zagen net de railschoppers met grote hamers, stalen pijpen. De ME moest vervolgens in actie komen. En eerder gebruikten agenten ook al stroomstootwapens nadat boeren banden van politieauto's en motoren lek hadden gestoken. Volgens de politie was de situatie zo onveilig voor agenten dat ze niet direct konden ingrijpen. Zo werd ook op Twitter gezet. Er is uiteindelijk te lezen dat er gekozen is voor de eigen veiligheid. Wel gaat een opsporingsteam op zoek naar de daders. Op basis van de beelden zijn hier misdrijven gepleegd. En ik praat er nu over met Willem Wolders. Hij is politiechef bij de Landelijke Eenheid. Goedemorgen, meneer Wolders. Goedemorgen. Ja, het lijkt me nogal wat met een opsporingsteam op zoek naar de daders en niks kunnen doen op het moment zelf. Ja, niks kunnen doen, dat is ook niet de nuance die het vraagt. Kijk, wat je de laatste paar dagen, met name gisteren, gezien hebt, is dat men op onverwachte momenten actie voert en blokkades toepast. Of zoals gisteren ook bij de minister terechtkomt. Dat gebeurt aan de kant van de boeren waarschijnlijk wel georganiseerd, maar het is in ieder geval niet naar buiten toe helder. Dus je moet altijd reageren op iets wat je ziet. En normaal doen we dat altijd informatie gestuurd. Dat is hier heel ingewikkeld. En dan kom je te plaatsen. En dat kan soms met een eerste koppel zijn die dan tegen een groep van boeren komt te staan. En dan is altijd de afweging. Wat kan ik wat doen? Kan ik doorpakken? Heb ik de middelen daarvoor? En soms kan het zo zijn, en gisteren is dat twee keer gebeurd, dat collega's even terugtrekken om vervolgens wel weer terug te komen als er meerdere mensen bij zijn. Het alternatief is dat je misschien kijkt of je zwaardere middelen kunt gebruiken. Nou, dan kom je al heel snel bij de inzet van het vuurwapen. Nou, dat kun je pas in uiterste gevallen doen. Daar moet je ook zeer terughoudend in zijn. En dat zijn steeds de afwegingen die collega's ter plaatse maken. Maar u noemt nu dus de inzet van het vuurwapen. Heeft u het gevoel dat de situatie gisteravond op bepaalde momenten bijna die kant op dreigde te gaan? Nou, ik ben niet ter plaatse geweest. Dus dat is altijd een oordeel wat je ter plaatse moet hebben. Alleen, het is afhankelijk van het geweld dat ontstaat. Als men gisteren door een afzetting heen breekt en men gaat richting een woning van de minister. En als je daar de indruk krijgt dat daar bijvoorbeeld rechtstreeks mensen in gevaar lopen of collega's in gevaar lopen, ja, dan kan het zo zijn dat je gedwongen wordt om dat wapen te gebruiken. Daarom hoop ik echt dat met de beelden die er ook gisteren zijn, dat dit soort mensen en boeren zich realiseren dat dit echt niet kan en hiermee op moet houden. Je kunt niet dit soort dreigingen in de richting van ministers of bestuurders of burgers doen. Laat staan ook in de richting van politiemensen. Dat moet echt stoppen. En boeren hebben natuurlijk de beschikking over trekkers. Wat kunt u daaraan doen als politie zijn? Wat kunt u daartegen doen? Ja, de discussie is er natuurlijk wel vaak geweest. Kijk, trekkers, daar kun je natuurlijk heel veel mee doen. Waar het met name om gaat, is de bestuurder die op de trekker zit. Wij proberen ook altijd in eerste instantie met hem in gesprek te raken om te voorkomen dat hij daar gekke dingen mee doet. Gaat hij dan toch met die trekker gekke dingen doen? Ja, dan heb je maar een aantal beperkt mogelijkheden. Je kunt proberen met voertuigen dat te blokkeren. Nou, dat hebben we ook gezien. Dat werkt af en toe, maar soms gaan ze er gewoon omheen door het taluut of door het gras en ze rijden toch door. Soms worden ze ook gebruikt om te blokkeren en dan wordt bij wijze van spreken de sleutel weggegooid of weggehaald. We hebben een aantal teams die trekkers weer rijdend kunnen krijgen. Maar goed, als je daarmee aan de gang moet en je zit in een blokkade en er staan 10, 15 trekkers, ja, dan weet je zelf hoe lang je bezig bent voor je al die 15 trekkers weghaalt. Dus het is een middel wat gewoon heel lastig is als dat kwaad en verkeerd wordt ingezet. Ja, en dan nog even heel kort. Er wordt ook de afgelopen tijd af en toe gesproken over de mogelijke inzet van het leger, omdat zij wel iets meer zouden kunnen doen tegen bijvoorbeeld die trekkers. Hoe staat u daar tegenover? Ja, wij werken in al dit soort zaken al samen met het leger. We hebben nu ook gewoon een liaison aan tafel van het leger. Dat is allemaal niet nieuw. Wij werken heel veel samen met de Koninklijke Marechaussee, die ook met ME en dat soort zaken worden ingezet. En er wordt ook gekeken naar eventueel inzet van het leger. Dat is altijd vaak beperkt tot materieel, omdat mensen van het leger natuurlijk niet opgeleid zijn en de bevoegdheden hebben om in openbare orde situaties op te treden. Maar ook de middelen van defensie zijn daarin sowieso qua aantallen beperkt. En je kunt daar op sommige locaties best iets doen met het blokkeren. Maar als dat op veel meerdere locaties plaatsvindt, ja, dan ben je ook alweer beperkt. Dus we hebben ze bij de hand. We hebben overleg met ze. Daar waar nodig kunnen ze ingezet worden. Maar ook daar zijn de mogelijkheden gewoon zeer beperkt.
Goed, dank u wel voor de toelichting. Er wordt dus naar gekeken, meneer Wolders. We hebben hier een melkveehouder uit Friesland aan tafel zitten. U zit ook vlakbij een Natura 2000-gebied. Ik had het eigenlijk met u willen hebben over hoe teleurgesteld en wanhopig u bent. Maar nu gaat het hier deze ochtend over die boerenprotesten die zo uit de hand gelopen zijn. En hoe erg baalt u daarvan? Ja, ontzettend. Ik zie op die beelden ook best wel jonge mensen. En ik zou willen zeggen van stop hiermee. Dit helpt gewoon niet. En waar komt het vandaan? Hoe verklaart u dit? Dat is toch de wanhoop en onmacht, denk ik ook. Boosheid. Maar het vergoedelt natuurlijk niks. Hè. Hier lossen we helemaal niks mee op. We verliezen het draagvlak van de burgers die we net zo hard nodig hebben. Waar we schouder aan schouder stonden in Stroe. Het is in hetzelfde Stroe gebeurt nu dit. En dat moet je niet willen. Dat zeg ik als boerin, maar ook als bestuurder. Ja. Dit helpt ons niet. Ja, we zijn tegen dit beleid. Ja. De doelstelling die er nu ligt, die is onhaalbaar. En ook binnen die korte tijd die nu voor ligt. Maar dit gaat ons niet helpen. Ja. Ook niet in de onderhandelingen. En als we